weer met een nieuwe aflevering van Evening Beurs. Dit wordt een hele speciale aflevering, want normaal word ik natuurlijk doorgestuurd naar andere BN'ers. Maar dit keer heb ik mogen kiezen voor mijn eigen persoonlijke favoriet. En ik dacht, bij wie kan ik het nou niet beter proberen vanavond dan bij Rutger Vlaming. Jullie kennen hem wel van het programma The Bachelor. Hij is bij vrouwen erg in trek. Ik weet toevallig waar hij woont, dus laten we snel gaan aanbellen en hopen dat hij thuis is. Jongens, het is echt super spannend. Hij woont daarboven. Ik ga kijken of hij thuis is. Kijk, daar woont hij. Nou, ik ga het gewoon open. Hallo, is er iemand? Is dit Rutger Vlaming? Doe jij altijd zomaar open? Nee, maar ik heb geen zin om mee te lopen. Ik ben René van Evening Beurs, programma. Rutger. Hi. Je vraagt je vast en zeker af waarvoor wij komen. Ik heb een hele leuke verrassing voor je bij me. En mijn vraag is, mag ik even binnenkomen? Ja. Ziet er trouwens niet zo belovend uit. Dit had ik niet verwacht. Volop aan het verbouwen. Volop aan het verbouwen. Ja. Ik ben blij dat je thuis bent. Ik heb wel een heel leuke verrassing voor je bij me. Ik heb namelijk een... Kijk, een juttertje. Heerlijk juttertje bij me. Vind je dat lekker? Ja, lekker. Maar heb je wel glazen? Ik heb plastic bekertjes. Ik ben blij dat je me binnen hebt gelaten. Ja. Want, welkom. We drinken nu namelijk een slaapmutsje. Maar hoe doe je dat normaal eigenlijk? Met een rood wijntje voor het slapen. Elke avond? Vaak. Klopt het dat je ook met veel vrouwen het bed hebt gedeeld in de Bachelor? Mag je gewoon zeggen hoor. Ja, nee, dat klopt. Dit wordt je woonkamer? Ja. Waar is je slaapkamer? Waar komt dat? Ik kan het wel laten zien. Oh ja. Cool. Dit moet het worden. Dit moet het worden? Ja. Maar jij past toch niet op dit bedje? Jawel. Nee, daar pas jij niet op. Daar pas ik niet eens op. Mag je het gaan doen? Ja, tuurlijk. Ik wens je veel succes. Wat ik eigenlijk normaal altijd kon doen is slapen. Ik denk dat ik even thuis slaap vandaag. Ja, jammer. Had wel lekker warm geweest. Maar ik heb wel een heel leuk iets bij je. Ik heb nog een verrassing. En het is een hele mooie... Evening Birds pyjama. Het is hopelijk wel je maat. Okay. Vanavond kan ik er lekker in stoppen, als je het niet erg vindt. Nee, kijk jongens, lekker lichaam van Rutger Vlaming. Zullen we je nu in stoppen? Of wil je nog wakker blijven? Oh, je ik wil nog wel even een slaapmutsje drinken hoor. Ja? Ja, ik vind het ook wel zo zielig. Ik zit hier alleen de hele avond. Ik vind het prima. Wij vieren feest, dus werd me te malaise. Want nu is het tijd voor de kolonese. Slaap hem al, en maar drinken. Hollandaise. Van hier tot goed. Godverdomme. Hij zakt door, we zullen niet verdorven. Ja, wat doen we? Ik moet even mijn tanden poetsen. Heb je nou een roze tandenborstel? Zie je dat nou goed? Ja, dat klopt. Volgens mij ben je helemaal geen bachelor meer. Hoe ga je naar de wc hier vanavond als je niet plast? Neem ik het emmertje mee, ga ik plassen. Emmertje en dan poets je nu je tanden in. Ja, maar dat gooi ik toch leeg. Oké, dit gaat ver. We gaan slapen. Of jij gaat slapen, ik ga naar huis. Ik ga je lekker inschoppen. Ja, ik ben er klaar voor. Kijk, ligt je zo lekker? Heerlijk. Dit was nooit gelukt met z'n tweeën, denk ik hierop. Tuurlijk wel. Nou nee, ik weet niet hoe je dat doen dan. Gewoon lepeltje. Kom, probeer maar. Kijk. Nou. Het werkt niet. Nou, wij gaan vandoor. Ik vind het echt super fijn dat ik naar binnen mocht vanavond. Ja. En ik hoop dat je een beetje genoten van de juttertjes. Ja? Ja. Kan lekker slapen? Krijg ik nog wel een nachtzoen? Tuurlijk. Absoluut. Slaap lekker. Dankjewel. En wie weet tot de volgende keer. Als het af is. Ja. Tjus. Oké, jongens. Ik ben nu weer buiten. Maar dit had ik echt niet verwacht. Ik bedoel, ik had beloofd dat het een speciale aflevering zou worden. Maar dit had ik zelf niet eens zien aankomen. Ik ga lekker naar mijn eigen bed. Volgende week kom ik terug met een nieuwe BN'er. En dan gaat het sowieso lukken. Dus tot volgende week.